Ja, ik ben een beetje overdonderd door het enorme aantal. En dat is alleen maar goed. Dat betekent toch dat we enorm veel belangstellenden zijn rondom dit thema van dementie. En ik ben het als provinciebestuurder extra bij betrokken met mijn portefeuille leefbaarheid en cultuur, want dat raakt er eigenlijk net zo goed aan. Maar ook een beetje trots om dan hier onder deze enorme belangstelling te mogen staan. En daarmee toch ook gewoon aan jullie aanwezigheid te mogen ervaren hoe belangrijk we dit met elkaar in Brabant vinden. Ik kom als gedeputeerde eigenlijk misschien wel met deze portefeuille de meest gepassioneerde mensen in Brabant tegen. Ik ben niet de portefeuillehouder van economie. Ik ben niet de portefeuillehouder van ruimte of mobiliteit. En ik geloof zonder meer als ik mijn collega's spreek dat daar ook passie bij kan ontstaan. Maar toch heb ik hier de ervaring dat ik een ander soort passie tegenkom. De passie tussen mensen. Waar het uiteindelijk in onze samenleving over zou moeten draaien. Een samenleving zegt het al, dat doe je samen. En daarvoor moet je iets tussen mensen ervaren. En dat kom ik veelvuldig tegen in deze portefeuille. Want ik heb ook nog sport, cultuur, erfgoed. Het zijn allemaal mensen die met elkaar vooral bezig zijn om iets moois van dit leven te maken. Iets moois van het leven voor anderen te maken. En iets moois voor ons allen te betekenen als het gaat over cultuur bijvoorbeeld. Maar ik kom daarin ook mensen tegen die dat allemaal niet meer helemaal zelf redden. En ondanks dat wij pretenderen ook vanuit de overheid soms zelfredzaamheid te betogen, dat zelfredzaamheid misschien breder uitgelegd moet worden. Want misschien is het soms wat meer samenredzaamheid dan dat iedereen in deze samenleving zomaar zichzelf zou kunnen redden. En ja, dan spreken we steeds meer over een zich terugtrekkende overheid. Een overheid die eigenlijk lijkt zich wat terug te trekken en aan de samenleving en in eerste instantie aan iedereen afzonderlijk te vragen om het wat langer zelf te doen. En nou, het werd net al mooi aangekondigd. Ik heb helemaal niet het begrip sociale veerkracht natuurlijk uitgevonden. Dat is misschien aan anderen weer weggelegd. Het bestaat ook wel wat langer, maar ik heb het wel weer heel erg op de voorgrond gezet om ook als provinciebeleid te kijken hoe we met name die veerkracht in onze samenleving weer kunnen versterken. En daarmee zeg ik meteen op het moment dat we als provincie dat gaan doen, dat we eigenlijk misschien een beetje een terugkerende overheid zijn. Omdat we uiteindelijk ook als overheden moeten durven te kijken van, zijn we misschien niet te ver terug gaan staan? En moeten we ook weer kijken, misschien op een nieuwe manier, misschien op een andere manier, ook ons juist weer opnieuw gaan verhouden tot die samenleving. Ik merkte de afgelopen anderhalf jaar dat ik nu deze mooie functie in Brabant mag vervullen. Dat we eigenlijk een hele grote groep Brabanders hebben die zich heel prima kan redden. Het PON Telos deed een mooi onderzoek voor mij naar de sociale veerkracht in Brabant. En daarin was ook eigenlijk de conclusie, overall gaat het wel goed in Brabant. En ik heb inmiddels, ik heb meer gezegd op verschillende bijeenkomsten, ik wil graag één van die L'en weggummen. Ik wil van overall naar overal. Want heel veel mensen hebben niet zoveel aan een heel goed gemiddelde. Want als je niet tot het gemiddelde behoort of er niet bovenuit stijgt, dan vraag je af wat je met dat gemiddelde moet. En volgens mij gaat het erom dat wij eigenlijk ook oog hebben voor al die mensen die onder dat gemiddelde zitten. En dat wij een samenleving creëren waarin je allemaal een plek kunt krijgen. En daarom investeren wij als provincie in mensen. En de komende periode doen we dat verder. We willen zorgen dat mensen om kunnen blijven gaan met de veranderingen in onze samenleving. En dat doen we niet allemaal afzonderlijk, dat doen we vooral samen. En ik noem dat inderdaad sociale veerkracht. Dat programma is recent ook door Provinciale Staten goedgekeurd. Daarmee, dat is altijd een belangrijk moment voor een provinciebestuurder, dat je weet dat je een programma mag draaien, dat financiële middelen erbij zijn geregeld en dat we daarmee met volle kracht het komend jaar aan de gang kunnen. Het betekent ook dat we ons verantwoordelijk voelen voor het welzijn in Brabant, ook als provincie, ondanks dat dat vooral een gemeentelijke aangelegenheid lijkt.
Maar wij willen naast gemeenten gaan staan, naast maatschappelijke organisaties en anderen die dat in onze samenleving doen. Om vooral te kijken hoe we dat als provincie kunnen ondersteunen. Dat wordt misschien wat anders dan in het verleden. Harry maakte net eigenlijk al even een opmerking over. We zijn wel als Brabant aan het kijken hoe we dat effectief en efficiënt kunnen doen met de middelen die we in Brabant hebben. En waar we voorheen eigenlijk vooral organisaties steunden om dat dan in de samenleving te realiseren, willen we eigenlijk meer en uitdrukkelijker gaan kijken waar in Brabant moeten we dit met name gaan organiseren en kunnen we dan daar alle partners met meerdere schouders hetzelfde probleem gaan aanpakken. Want we denken wel dat we als Brabant het steeds meer met de samenleving en met partners moeten doen. Dan maar even toch naar specifiek de doelgroep waar we het hier over hebben. De mensen met dementie in onze samenleving. Het lijkt me eigenlijk een opgave waarin we eerst misschien keken van hoe wij nu precies kijken of die mensen zich in onze samenleving kunnen redden. Dat er eigenlijk een andere opgave komt. Hoe creëren wij de samenleving waarin deze mensen zich kunnen redden? En daar is heel wat voor nodig. Want het bewustzijn is er niet altijd meer. We hebben niet altijd meer de informele netwerken in onze samenleving die, waar ik het nog van vroeger wel een beetje ken, dat je al je mensen in de buurt kent. En dat je wist waar je een keer een maaltijd extra voor kookte. Of wist dat je daar eens een keer langs ging om een wandelingetje te maken. En er was er meer een soort zorg. En laat ik wel zijn, ik kom het nog steeds op plekken in Brabant tegen. Misschien zit het soms wat net wat meer in dorpen waar mensen al wat langer samenleven en elkaar nog kennen. Dat dat nog gebeurt. En dat je soms die mensen nog tegenkomt en die zeggen, ja, ik organiseer nog elke week, hou ik die en die en die in de gaten, ik weet ze precies te wonen en ik zorg even dat er tijdige maaltijd wordt geserveerd. Maar het is steeds minder vanzelfsprekend. En daar maak ik me dan als bestuurder wel een beetje zorgen over. Als het zo weinig vanzelfsprekend is of wij nog wel met elkaar kunnen blijven organiseren, bijna in die informele setting, dat we een klein beetje oog en zorg voor elkaar houden. En dat is niet zomaar gedaan, want ik weet wel dat als we als overheden gaan organiseren, hebben we soms de neiging om het grootst en institutioneel te maken. Hele organisaties op de tuig, voor je het weet zijn wij 2 jaar programma's aan het schrijven. En dan gaan we het uitvoeren en dan komen we erachter dat het toch weer niet helemaal past en dan moet er weer geëvalueerd worden. Nou ja, kent het proces allemaal wel. Wij zijn heel goed om met elkaar heel veel bestuurlijke drukte en organisatiekracht te maken. Terwijl, zoals ik het net beschrijf, het eigenlijk gewoon direct bij onze buren en direct in onze samenleving zit. En daarom beoog ik ook met sociale veerkracht echt de samenleving te kunnen raken. Hoe kunnen we nou met elkaar zorgen dat dat fenomeen van elkaar weer kennen, herkennen, ontmoeten, elkaar spreken. Hoe we dat weer de leidraad maken van ons handelen en daarmee, denk ik, de ingrediënten kunnen maken voor een samenleving die open staat voor allerlei groepen in onze samenleving, waaronder de mensen met dementie. En ik sprak vanmorgen heel eventjes met Harry en je interageerde me nog met een bepaalde opmerking, want we stonden even te praten over die sociale veerkracht en dementie. Waar moet je nou beginnen? Ik begin eigenlijk met een breed programma over het versterken van sociale veerkracht, om breed alle doelgroepen in onze samenleving daarmee die een beetje hulp vragen ook te kunnen bedienen. Je introduceerde eigenlijk, ja, maar misschien is eigenlijk het werken aan dementie, mensen met een dementie, wel meteen een hele grote kracht, omdat dat natuurlijk ook, als je dat heel goed doet, uit zal stralen op al die andere doelgroepen. En dat zegt iets over dat het vooral, denk ik, een soort bewustzijn is. Zorgen met elkaar dat we snappen wat we aan het doen zijn. En dan is het niet per se alleen maar voor mensen met dementie. Dan is het eigenlijk voor alle mensen die een klein beetje extra erkenning nodig hebben. Mensen die net snappen dat je, ja, wie het ook is in je omgeving, net dat tandje bij kunt zetten. Maar het is niet zomaar eenvoudig georganiseerd in de huidige samenleving. Dus ik moet wel kijken hoe we met elkaar, en daarvoor leer ik ook graag van wat er gebeurt in de samenleving en waar we als provincie dan precies onze bijdrage kunnen leveren. Ja, ik ben wel geïnspireerd geraakt door een paar voorbeelden. Eens even kijken waar ik hem heb opgeschreven. Want ik heb altijd een beetje de neiging om dan mijn mooie speech volledig in de war te laten lopen. En dan denk ik, waar was ik hem ook alweer bedoeld? Ja. Ik heb er eigenlijk al net aan gerefereerd, want er komen ook in onze samenleving nieuwe technieken los. En we kunnen soms met techniek
ook iets helpen bij het organiseren van bijvoorbeeld mantelzorg. Hoe doe je dat? Daar zijn fantastische concepten over. Maar het is vaak de kunst hoe we die techniek ook in de praktijk laten landen. Want een technisch snufje alleen, ja, als het niet gebruikt wordt of niet past, dan gaat het eigenlijk alleen maar om een technisch snufje. En we zijn er denk ik in Brabant steeds beter in om op het moment dat dat soort technieken ontstaan of aangereikt worden, om dat juist heel snel in de praktijk te gaan proberen. En een mooi voorbeeld van wat ik tegenkwam is het concept thuis afgehaald. Ik weet niet misschien of het kent. Die probeert eigenlijk gewoon te verbinden dat er zijn genoeg mensen die koken allemaal net iets te veel. Je weet maar nooit wie er in huis nog eens aankomt. Ik herken het in ieder geval heel erg van mijn moeder, die misschien gewoon uit een groot gezin kwam en altijd te veel kookte. In mijn tienerjaren vond ik dat nooit erg, want samen met mijn broer aten we het dan toch op. Maar na verloop van tijd merk je wel dat je tegen je moeder zou moeten zeggen, nou, het kan misschien best een tandje minder. En eigenlijk is het zonde dat we steeds zoveel eten weggooien. En dit concept afgehaald had toen zoiets van, zou ik nou de mensen die allemaal geneigd zijn wat te veel te koken, of die gewoon restant hebben, kunnen koppelen aan de mensen die zeggen, ja, ik kom eigenlijk nooit toe aan die eigen maaltijd bereiden. Nou, ze heeft dat online en doet dat ook nog telefonisch. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk vanzelf een netwerk dat zij voortdurend zeg maar, dat aanbod aan die nieuwe vraag probeert te koppelen. En dat heeft ook nog een mooi bijeffect, want er wordt een maaltijd van de ene persoon naar een ander gebracht. Er is even contact. En dat is heel erg wezenlijk. Ik merk ook altijd hoe een maaltijd eigenlijk kan verbinden. We moeten misschien af en toe nog weer wat meer tijd nemen voor een maaltijd. En dan moet ik vooral naar mezelf kijken overigens. Dat komt er ook niet altijd van. En dan gewoon eens even te gaan zitten en met elkaar te praten. Heel erg belangrijk. Maar eigenlijk daarmee een heel mooi ideetje. Wat denk ik juist de kunst is om het niet heel groot te maken en institutioneel. Maar gewoon als idee gewoon in onze samenleving te laten landen. En daar word ik altijd heel blij van dit soort initiatieven. Het is eigenlijk ons aanreiken dat er nieuwe mogelijkheden zijn. En als we die met elkaar kunnen benutten, we misschien juist ook weer op een hele mooie manier, wat mij betreft een hele warme manier, in onze samenleving kunnen werken aan die kwaliteit van leven. Er zit ook een andere kant op, want ik besef me terdege dat de druk op mantelzorgers enorm toeneemt. En de mantelzorgers hebben het in die zin zwaar, maar het is niet zozeer dat je eigenlijk kiest voor het mantelzorgerschap. Veelal overkomt je het mantelzorgerschap. En er zit ook een langzame geleidende schaal in, dat je, waar het eerst misschien nog allemaal lijkt te lukken, je vanzelf wordt gezogen en dat steeds intensiever wordt. En ik vind dat we met elkaar daarmee ook juist die mantelzorger, die zo belangrijk is in de schakel tussen de zorg die nodig is en wanneer we daar als professionals op inschakelen, hoe we die op een waardige manier blijven begeleiden en ondersteunen, dat zij terug kunnen vallen op onze professionaliteit die we in de sector kunnen organiseren. Maar dat we hen ook kunnen kijken hoe we hen op allerlei, en misschien wel met die nieuwe technieken, kunnen helpen en ondersteunen om dat mantelzorgen iets makkelijker te maken. Ik ga naar een afronding proberen te komen. Tenslotte moeten er nog meer sprekers zijn. Of moet ik de 5 minuten nog vullen van... Nee, het is al geregeld. Ken je, ja, anders praat ik ook nog extra 5 minuten vol. Dat zou zomaar kunnen. Ja. We streven volgens mij met elkaar naar een misschien wel dementievriendelijk Brabant. Dat zou mooi zijn, want we hebben het over dementievriendelijke gemeenten, maar het moet niet eigenlijk aan gemeentegrenzen gebonden zijn. En dat is een behoorlijke opgave. Dat realiseer ik me. Maar ik zeg hierbij wel dat dit provinciebestuur daar ten volle achter staat en bereid is om met andere partners, niet in de laatste plaats de PG-raad, ZET, al onze organisaties die daarbij steun kunnen zijn, om daar ten volle voor te gaan. En te kijken hoe we de komende periode meer gemeenten kunnen doen laten aansluiten bij dit initiatief. En daarmee, en dat is het allerbelangrijkste uiteindelijk, ervoor zorg te dragen dat alle mensen met dementie in onze samenleving ervaren dat zij heel lang onderdeel kunnen blijven van onze samenleving en daarmee ook heel lang de kwaliteit van leven die we volgens mij allemaal in Brabant kennen. Brabanderschap maakt tenslotte allemaal wat gelukkiger, maar dat we dat ook allemaal mogen blijven ervaren in deze mooie provincie. Ik dank jullie wel voor dit moment.